Goedenavond. Het is vandaag woensdag 2 augustus en dat betekent dat de nieuwe weekvlog begint. Zoals je kunt zien is het al vrij donker. Het is inmiddels 8:50 al. En ik wilde jullie toch even vertellen waarom ik eigenlijk geen beelden heb van vandaag dan alleen dit. Vanmiddag kwam mijn moeder gezellig langs en we hebben gewoon gezellig wat gedronken en gekletst en zo. En ik heb daar niet de behoefte bij om de camera erbij te pakken. Waarom word ik ineens wazig? Even kijken of die weer scherp gaat. Ik heb daar dus niet de behoefte bij om de camera te pakken. We hebben nog wat boodschapjes gedaan. Ik ben even naar de Action en naar de Trekpleister geweest met haar. En daar heb ik ook nog wel het een en het ander gehaald. En dat ga ik jullie morgen gewoon laten zien. Want morgen zal ik gewoon meer beelden gaan maken. Ik voel me ook niet zo heel erg lekker nu. Ik heb een beetje hoofdpijn. Ik wilde toch eventjes vertellen waarom ik van vandaag geen beelden heb. Maar morgen zien jullie mij gewoon weer met meer beelden. Een hele goede middag. Het is vandaag donderdag. 3 augustus. Het is nu 1:05. Ik heb mezelf even klaargemaakt. Ik zie er echt beroerd uit, vind ik zelf. Ik heb echt vallen tot en met. Ik weet niet of het echt op camera zichtbaar is. Mijn ogen die vallen bijna dicht. Maar oké. Ik word over iets minder dan een half uurtje opgehaald. Want dan moet ik naar een afspraak. Ik heb ook nog niks op mijn lippen gedaan. Dat doe ik net voordat ik ga. Want ik wil zo nog even wat drinken. Maar ik dacht, ik kan jullie wel even laten zien wat ik gisteren kocht met mijn moeder. In het stukje hiervoor heb je dus kunnen zien waarom ik niet heb gevlogd gisteren. Ja, heel klein stukje om even te vertellen. Maar ik dacht, ik kan jullie wel even laten zien wat ik heb gekocht. Dan doe ik alleen even de dingetjes die nu in de gang staan. Want de camera is bijna leeg en dan doe ik de spullen van de Action vanmiddag. Want dan kan ik die direct opruimen. Even kijken hoor. Ga ik toch even de gang in. Ik leg het wel even hier neer, want ik heb in de gang gewoon niet zo mooi licht. Mijn handtas pakken. De katten hebben in mijn handtas geplast, jongens. Het is echt een beetje om te huilen. En het gebeurt, hij ruikt ook heel erg. Ik kan hem gewoon nu niet meer gaan gebruiken. Dus ik pak zo even mijn kleine tasje. Ik ga binnenkort toch naar Primark bij mijn zusje. En dan ga ik daar even kijken voor nieuwe handtas en portemonnee. Want die zit er ook onder. Ik was nog even bij de Aldi. Inderdaad, ik heb bij de Lidl en bij de Aldi dus wat boodschappen gedaan. En bij de Aldi heb ik wat dingen om te eten gehaald. Niet dat ik een hele grote eter ben, maar ze hadden eindelijk bij mijn Aldi deze choco biscuit reepjes. En ik vind deze super lekker. Maar ik kon ze echt heel erg lang niet vinden. En nu zag ik ze gewoon. Ze hadden de verpakking vernieuwd. Ik dacht, oké, die ga ik gelijk kopen. Ja, die vind ik zo lekker, want mijn zusje die vroeg dus met haar verjaardag van ja, omdat ik niet van taart hou en niet zo heel veel lust van ja, wat vind je lekker? Ik zeg ja, de reepjes van de Aldi, maar volgens mij zijn die er niet meer. Zijn mijn zusje hier wel hoor. Maar het blijkt dus ook dat het assortiment van de Aldi heel erg verschilt en dat ligt natuurlijk ook aan de grootte van de winkel. Dus die reepjes en ik heb zakjes M&M's gekocht. Ik hou heel erg van M&M's, het zijn van die kleine zakjes nog een keer zien. Kan ik een zakje M&M's nemen. Er zitten 11 zakjes in. En 1 zakje bevat 20 gram. Nou, lekker. Oh, we zijn niet zo heel lang gehouden. Houdbaar. 17/12/2017. Wat is dat dan met die reepjes? Het moet toch normaal veel langer houdbaar zijn? Oh ja, 1/3/2018. En dan was ik nog even bij de Trekpleister. En daar kocht ik deze set met D-make-up. Wattenschijfjes. Ik heb nog nooit wattenschijfjes gehad van D-make-up. Maar ik denk wel dat ze heel erg goed zijn. En deze zak die was 3 euro. 2,99. En er zit dus zo'n gratis etuietje bij om schijfjes in mee te nemen. Mijn zusje die tikte mij hierover. Van, oh, dat is ook wel wat voor jou. Ja, dat is het zeker. Er zit gewoon een rijtje etuietje bij. Dus nou, die kocht ik ook even. Wattenschijfjes heb ik toch altijd wel nodig. En de rest is dan van de Action.
En dat laat ik straks even zien. Ik ga nu even wat drinken. Ik ruim dit alvast eventjes op. Dan maak ik even mijn andere tasje klaar om mee te nemen. En dan leg ik eventjes de vlogcamera aan de lader. En dan zie ik jullie vanmiddag als ik terug ben. Zo, ik ben inmiddels terug. En ik ga zo meteen even aan de schoonmaak. Maar ik dacht, ik ga jullie eerst even de spulletjes laten zien die ik bij de Action haalde. Ik moet ondertussen even een appje lezen. Dat is ook zo. Dus ik dacht, laat ik dat eerst eventjes doen. Dan ga ik daarna de schoonmaken. En dan ga ik kijken of ik daarna nog even een video kan opnemen. Ik zal even de camera draaien. Ik begin heel even nog met één dingetje die ik bij de Lidl kocht. En dat is nog een kleurtje oogschaduw. Ik wil natuurlijk die video gaan maken van de first impression make-up video van de Lidl. En ik kwam dit kleurtje nog tegen en die miste ik nog. Dus die heb ik ook nog even gekocht. Deze was 2 euro. Dus nou kan ik de video ook gaan opnemen. Daar ben ik wel blij mee. Goed, nou de spulletjes van de Action. Ik kocht allereerst dit kattenvlees matje. Deze kun je gewoon... Kattenvlees matje. Dit is een bed placemat. Hij kan ook voor honden. De kat die zit nu aan het tasje. Wat niet de bedoeling is. Ik vond deze heel erg leuk uitzien. Ik zag dat mijn moeder deze ook al had. En ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Want ik heb dus wel een placemat. Maar het is eigenlijk niet groot genoeg. Dus ik dacht, ik kan er echt nog eentje bij gebruiken. Dan heb ik er gewoon echt eentje voor alleen het voeren en eentje voor het water. En deze hadden ze in 2 kleuren, groen en roze. En uiteraard ben ik voor roze gegaan, want ik hou van roze. Ik ga even kijken of ik de bon erin heb zitten. Dat is misschien wel even handig. Dan kan ik jullie gelijk even vertellen wat het kostte. Waarom staat hij nou niet scherp? Deze placemat was 1,39 euro. Dus op zich een prima prijs. Ik vind hem heel erg leuk. Die ga ik straks gelijk neerleggen. Zo, dan even naar het volgende. Ik kocht een deskplanner. Leek mij heel erg handig. Ik vergeet de laatste tijd best wel veel dingen. En ik denk, als ik nou zo'n deskplanner heb, die kan ik op mijn bureau zetten. En dan kan ik gewoon opschrijven wat ik die dag wil doen. Gewoon heel erg handig. Staan dagen op. En je kunt notities maken, to-do list. Ik zag deze al bij verschillende andere video's voorbij komen. En dat leek me al heel erg handig. En deze deskplanner, die was 1,49 euro. Dan kocht ik 4 koffiemokken. Ik zal er even eentje uitpakken, maar ik heb er dus 4 van. Ik was dus op mijn koffiemokjes. Ik kocht deze met Home Sweet Home erop. Die vond ik wel heel erg leuk. Gewoon wit. Maar ja, prima voor de Senseo. Die kunnen straks gelijk afgewassen worden. En deze kopjes, die waren... Waar staan ze? 65 cent per stuk. En ik heb er dus 4 gekocht. Dus ik was in totaal 2,60 euro kwijt. Die andere die zal ik eventjes... in laten zitten, want die zet ik straks gewoon bij de afwas. Zo. Dan kocht ik dit cactusje. Het is gewoon een nep cactusje. En ik vond dit wel heel erg leuk om bij foto's neer te zetten. Bij blogfoto's vind ik het wel leuk om vaakjes op de achtergrond te zetten. En ik zag dit kaktusje en ik vond deze op zich nog niet zo heel erg nep uitzien. Dus deze vond ik wel leuk. En deze die kostte 98 cent. Ik zal het misschien bij die achter. Ik kocht een zakje kattenvoer. De lucht komt me ook al tegemoet. Ik heb het idee dat de kat probeert het open te maken, maar dat weet ik niet. Deze heb ik al vaker laten zien. Mijn katten zijn er dol op. En ik dacht, ja, weet je, dan heb ik gewoon weer een zakje op voorraad. Er zit niet zo heel veel in. Ik had eigenlijk gezegd dat ik het niet meer kopen. Maar ja, dan kom ik op dat moment niet bij de supermarkt waar ik het normaal haal. Dan denk ik, nou, neem ik hier even een zakje mee. Die leg ik even apart, want de kat vindt het veel te leuk. Die loopt hier ook al gelijk. En dat zakje met kattenvoer kostte 1,69. Dan kocht ik deze lipstift. Deze zag ik nieuw hangen. Dit is een flipstick met color effect. En deze heeft dus 2 kanten met 2 kleuren. Hij is van Max Factor.
Ik dacht dat hij gewoon van Maximo was. Maar hij is dus van Max Factor. Je had verschillende kleuren overigens. En deze kostte €1,49. Vond ik echt een koopje. Helemaal toen ik zag dat hij van Max Factor was. En het laatste waar ik heel erg benieuwd naar was. Het laatste wat ik bij de Action haalde zijn deze Black Charcoal Cleansing Wipes. Het zijn dus van die houtskoolreinigingsdoekjes. En die zitten dus, zijn dus ook gewoon echt... Kijk, zwart. Ik ga hem nu niet testen of zo. Maar dit zijn gewoon van die houtskooldoekjes. En die zag ik ook al bij meerdere. En ook al op de Action website. Dus ik dacht, nou, ik kan het wel eens proberen. Misschien werkt dat wel heel erg goed. Staat er ook nog een beschrijving bij. Verwijdert gemakkelijk make-up resten en reinigt de huid. Geschikt voor alle huidstypen. Met houtskool verrijkt doekje voor een optimaal gereinigde huid. Vermijd de gevoelige huid rondom de ogen. Nou, prima. Heel benieuwd naar of dat wat is. En die doekjes die waren... Waar sta je? 89 cent. Dus dit is alles wat ik bij de Action kocht. Het is nu tijd voor mij om even aan de schoonmaak te gaan. Het is nog vrij vroeg. Het is 4:10 zoiets. Waar is mijn telefoon? Oh, die zit natuurlijk onder de spullen. Heel slim dit. Ik kijk wel even hoe laat het is. Ja, het is 4:05. Ik ga nu even mijn huiskamer schoonmaken. En dan hoop ik dat ik nog even tijd heb om een video vast op te nemen. Want dat zou wel heel fijn zijn als die erop staat. En even deze spulletjes opruimen. Ik ben inmiddels gedoucht. Ik heb net snijbonen gesneden. Die staan nu op. Ik had van die snijbonen die je zelf moet snijden. Die vind ik ook het lekkerst. Ik heb vanmiddag de krabbouw even verplaatst. En dat is wel heel erg leuk. Want dan kunnen de katjes gewoon naar buiten kijken. Ze liggen er nu alle drie gezellig lekker op. Dus dat vinden ze wel heel erg leuk. Ik ga gelijk ook eventjes de mat laten zien die ik heb neergelegd. Kijk, ik heb nu twee matten naast elkaar. Deze met voer. En hier staat het drinkwater op. Dat zie je niet zo goed, want het is roze op roze. Het bakje is ook roze. Ik had dus deze snijbonen. Die heb ik dus net gesneden. Nu ga ik dit deel in de frisje doen. Dan heb ik maandag nog een keer. Dus ja, ik ga zo even eten maken. Ik moet de vlog nog editen van afgelopen week. Want het lukte gisteren niet helemaal meer. Ja, ik had gisteravond gewoon even een mindere avond. Dus daar ga ik straks nog even aan zitten. En nog even wat foto's bewerken. Dus ja, het is momenteel vooral heel veel editen, bewerken. Eigenlijk dat vooral, ja, je zit nu ook gewoon in de periode dat de televisie nog niet zo leuk is. Dus we gaan het zien. Ik ga zo eerst in ieder geval even verder koken en zorgen dat ik wat te eten heb. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag 4 augustus. Ik ben helemaal klaar. Ik heb net even de woonkamer gestofzogen. Stofgezogen. Blijft een beetje een moeilijk iets, hoe je dat toch zegt. Ik heb mijn haar weer een keertje gesteld. Ik dacht, het is wel weer een keertje leuk, is een keer wat anders. Ik ga zometeen even wat drinken en dan ga ik met de blogpost aan de gang. En de video alvast editen en mijn camera opladen, want die is leeg. Dus ik denk dat ik jullie straks nog even terugzie. Een hele goede middag op deze zaterdag 5 augustus. Ik heb mezelf klaargemaakt. Ik heb net even stof gezogen en ik heb expres de vlog nu pas geopend. Want ik heb ook alvast een paar beelden geschoten voor mijn nieuwe kanaaltrailer voor YouTube. Die ga ik veranderen. En ja, daar moest ik even wat beelden voor hebben. En ik denk dat ik ook nog wat beelden gewoon uit video's pak. Maar dan moet ik even kijken. Dat is nu een beetje lastig ook. Want mijn laptop zit een beetje vol. Dus ik weet niet of dat ik dat heel snel voor elkaar krijg. Of dat ik daar toch eerst even de laptop voor leeg moet halen. Maar dat is eventjes een dingetje wat ik moet overdenken.
Wat ik nog wil doen. Ik moet nog een foto maken voor de thumbnail. Voor de video die straks online komt. Dat moet gebeuren. Ik wil mijn kwasten nog wassen. En ik wil eigenlijk heel graag een Polaroid foto maken van kleine Mickey. Want ik heb alleen nog geen foto van Mickey. En die moet ook op mijn bord. Dus dat wil ik proberen te doen. En ik ga een beetje op tijd onder de douche. Want je hebt om 5:30 heb je de bekerfinale van het voetbal. En ik vind dat wel leuk om even te gaan kijken. Dus ja, dan ben ik in ieder geval daarvoor klaar. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik ga doen. Ik ga eerst even wat drinken. Nog even rustig zitten. En dan ja, ga ik eventjes kijken waar ik mee ga beginnen. Dat weet ik nog niet. Ik moet trouwens ook nog wat dingen doen voor mijn blog. Wat foto's bewerken. Maar dat kan ik ook vanavond doen tijdens de televisie kijken. Dat is niet zo'n groot probleem. Dus nu eerst eventjes een beetje drinken. Want ik heb eventjes een suikerboost nodig. I never came to the beach or stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as bird catching the wind. I always thought I would sink, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in Malibu, next to you. Supposed to be this hot all summer long. I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am, next to you. The sky is more blue. Next to you in Malibu, next to you. Een hele goede middag op deze zondag 6 augustus. Ik zie er niet uit. Ik heb geen zin om mijn make-up te doen vandaag. En ja. Soms is het ook wel even fijn om een make-uploos dagje te hebben. Ik heb even de strijkplan klaargezet. Want ik moet even wat strijken. Ik heb net al even stof gezogen. Ik heb de batterij voor mijn camera even aan de lader gelegd. Omdat ik straks ook foto's moet maken. Maar ik dacht, ik zet jullie er zometeen wel gewoon bij. Want ja, het hoort gewoon bij mijn leven. Huishouden doen. Dus ik dacht, het is niet zo heel veel. Het zijn geloof ik 5. Dingetjes die ik moet strijken. Dus het valt op zich wel mee. Maar ik dacht, nou weet je, ik zet jullie er zometeen wel gewoon bij. Net zo makkelijk. Ja, en is voor de rest eigenlijk straks nog even foto's maken. En vanavond nog wat mailtjes doen. Ik heb een puistje. Auw. En ik moet even nieuwe puistjespets uit de voorraadbox halen. Want ik heb alleen nog maar kleintjes. En er zitten er ook nog maar 2 op. Dus die zijn bijna op. Dan heb ik alvast weer een nieuw pakje klaar liggen. En ik heb nu echt even een groter nodig. Ja. Dat is eigenlijk een beetje wat ik voor nu ga doen. En dan ga ik straks weer de foto's maken voor mijn blog.
about him and he knows it. I wanna let him take control. Cause every time that he get close, yeah, he pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Holding me back. He said that he's never afraid. Just picture everybody naked. He really doesn't like to wait. Not really into hesitation. He pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Nothing holding me back. Hele goedemiddag op deze maandag. Ik moet even kijken wat de datum is. Volgens mij is het 7 augustus. Ik ben vanmiddag even naar de dokter geweest. Want ik moest daar even heen. Want ik val de laatste tijd best wel veel af. Van de bril af. Die zet ik wel even weer op. En ze wilde toch wel even kijken wat de reden daarvan was. Omdat ik wel gewoon voldoende eet en zo. Dus ik moest daar even wat testen doen. En dan moet ik dus bloed gaan prikken. Dus dat moet eerdaags eventjes. Ik was eigenlijk... Daarvoor heb ik de vlog nog niet geopend. Want ik was eigenlijk... ik redde het allemaal net, zeg maar. Dus dat is op zich wel... even afwachten dan. Dan moet ik over anderhalve week terugkomen. Ik heb boodschappen gedaan. Die zal ik zo eventjes laten zien. Dat kan ik zo ook opruimen. Ik kreeg trouwens een kookboek binnen. Die had ik besteld via Avico. Dat was bij Avico kon je zo'n test invullen. En dan kreeg je een gratis kookboek. Receptenboek. En dit is dit boek. Ik vind het echt wel een heel erg mooi boek, moet ik zeggen. Het is echt wel een heel stevig boek. En hier staan al recepten in. En met allerlei dingen. Dus op zich vind ik dat wel heel erg leuk. Ik vind het echt een heel mooi boek. Omdat hij is gewoon helemaal gratis. En volgens mij is hij te waarde van €20 of zo. Ik krijg even een appje binnen. Die zal ik zo even beantwoorden. En dan zal ik gelijk eventjes de boodschapjes laten zien. Ik heb de boodschappen op tafel staan. Ik had ook spinazie gekocht, maar die ligt wel in de koelkast. Want die kat is al aan te likken. Ik heb uiteraard het derde deel van het GTSD magazine gehaald. Dat is deze. Dus hierna komt er nog één. Dan heb ik ze allemaal compleet. Dus die. Ik heb fraps gekocht. Ik heb dus voor Julia fraps weer genomen. Ik nam ze voorheen ook heel vaak van het eigen merk. Maar ik vond toch dat die heel erg snel scheurde. Ik leg het gelijk even op de aanleg neer. Dan heb ik mondwater gehaald. Mijn mondwater was op en ik vind het altijd wel heel erg lekker fris.
Ik heb koffiemelk gekocht, volle koffiemelk. Vind ik altijd erg lekker. Een groot bak chocomel. Dit komt even bij Albert Heijn vandaan. Dan heb ik ook een grote frietsaus. Hier zit niet eens meer zo'n code op helaas voor een gratis DVD. Maar goed, ik kan er nog twee bestellen. Ik heb boontjes gekocht. Deze waren in de aanbieding. Hollandse boontjes. Extra lekker dus. Ik heb twee dozen kattenvoer gekocht. Die waren in de aanbieding. Dus twee keer indoor. Ik heb een klein zakje met patat gekocht. Ik heb een zak aardappelschijfjes gekocht. Een rosbierrandje heb ik gekocht. Deze heb ik van Afrika genomen. Ik heb een dat. Ik heb een shootje gekocht. Ga jij eens uit de doos. Zo kan ik het niet laten zien. Ik kocht champignons. Die ga ik vrijdag eten in de wraps. Ik kocht bakboter. Een kruiden voor de kip. Ik was dus ook op zoek naar kruiden voor varkensvlees, maar die hebben ze dus gewoon niet in zulke potjes. Ik doe hem echt tegen, alleen hele grote. Kipfiletje. Een pakje gehakt. En shawarma, die is dan voor van het weekend. Die was in de aanbieding, dus dat vind ik wel heel erg lekker. Dus ik ga de boodschapjes even opruimen. En dan is het straks tijd om de katjes te voeren. En dan zie ik jullie, denk ik, vanavond nog eventjes. Ik loop even naar de muis, want de muis is... Oh, maar ik wou op de krabbel. Hey. Jullie zien de muis zo niet goed, maar de muis zit gezellig bovenop, hè? Ja. Ik heb de krabbel voor het raam gezet, vinden ze wel erg leuk. Oh ja, de bestelde kattenbak die is ook binnengekomen. Dus die ga ik van de week ook ophalen, want ik had dus een nieuwe kattenbak besteld. Van Curver. Dat had ik vorige week, heb ik dat verteld, dat die in de aanbieding waren. En ik wilde heel graag een roze. Dus die hadden ze besteld. Die was ook binnengekomen. Dus dat was ook wel heel, heel erg mooi dat die binnen was. Maar nu ga ik eerst even de boodschap opruimen. Ik ben inmiddels even lekker gedoucht. Ik ga zo meteen eten maken. Oh, het zit mijn haar charmant, jongens. Vreselijk. Ik eet snijboontjes met een hamlapje en van die gekruide aardappelpartjes. Dus daar heb ik wel zin in. Ik ben echt een soort van verbaasd. Ik ging net even mijn katten kammen. Ik heb drie katten, zoals jullie misschien wel weten. En het zijn dus echt drie binnenkatten. Ze komen niet buiten en dat doe ik ook bewust. Alleen doe ik ze af en toe wel gewoon kammen. Omdat het gewoon, ze vinden het en heel erg lekker. Ja, zo kun je natuurlijk ook, gaat er eentje op de klap halen, in de gaten houden of dat ze vlooien hebben. Dus ik had er eigenlijk twee gekant. En toen deed ik als laatste deed ik muis. Muis die vindt het ook super lekker. Bij muis had ik weliswaar gewoon één vloo. Maar ze heeft niks, geen eitjes. Ze zit wel helemaal onder de korstjes. En dat komt gewoon puur door het krabben. Want ik bedoel, ze krijgen gewoon... ze krijgen geen dingen die ze niet mogen hebben. Je hoort ook heel vaak als je een kat bijvoorbeeld gewone melk geeft... Kunnen ze niet tegen. Dan kunnen ze heel erg kaal worden. Maar dat krijgen ze bij mij al niet eens. Ze zit helemaal onder de korstjes. En één flow. Maar niks, geen eitjes. Dus ik snap het niet helemaal. Want ja, waar komen ze vandaan? Ze komen niet buiten. Dus ik ga ze nu gewoon weer eventjes gewoon regelmatig kammen. Ja, en als het echt blijft, dan haal ik gewoon weer even van die druppels. Maar ik vind het heel erg raar. Nu krabt ze ook weer heel erg. Elke keer als ik nou krap, heb ik gewoon zin om dat kammetje te pakken en over de plek te gaan waar ze heeft gekrapt in, om te kijken van zit er dan iets. Ik vind het heel raar in ieder geval. Ik snap het niet. Nou ja, ik ga toch zo meteen nog heel even bij haar kammen en dan ga ik zo meteen lekker eten koken. En vanavond kijk ik weer Flikke Gent op RTL Krijn vanaf 8:30. Dus het is altijd wel leuk om te kijken. Een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag 8 augustus. Ik ben al helemaal klaar. Ik heb zelfs net de douche al schoongemaakt. Ik moet alleen nog wat op mijn lippen smeren. Ik heb om 3:00 een afspraak. Dus ik word om 2:30 opgehaald om en nabij. Als we het redden gaan we daarna gelijk nog even bloed prikken in het ziekenhuis. Maar dat zal net een beetje erom hangen. Dus aan één kant
hoop ik dat het lukt, want ja, dan is het gewoon gebeurd en dan zit ik er ook niet meer tegen aan te hikken, maar dat is dus even de vraag. Het is nu 2:10, bijna 2:15. Dus ik denk dat ik nog even de boontjes ga afhalen, want ik zit te twijfelen wat ik zal doen. Ik kan nog even achter de laptop kruipen, maar ik denk dat ik dat gewoon voor vanmiddag doe als ik terug ben, want dan hoef ik in feite eigenlijk niets meer te doen. Ik had gisteren nog een stunt. Dat heb ik jullie nog niet eens verteld. Ik had gisteren ik had nog een setje met wat oudere lenzen. Dus ik denk, nou ga ik die gewoon proberen. Omdat ik mijn huidige doosje nog steeds niet heb teruggevonden. Dus ik heb die lenzen heb ik in. Nou ja, op een gegeven moment zo rond het einde van de middag. Toen heb ik ze eruit gehaald. Want ik heb chronisch droge ogen. Dus ik kan niet super lang lenzen indragen. Mickey! De kat loopt te miauwen om aandacht. Dus goed, ik heb op een gegeven moment die lens eruit gehaald. Ik ben gaan douchen en alles. En ik had mijn bril weer opgedaan. Alleen, ik had heel erg last van mijn rechteroog. Voor jullie is het denk ik links. Nou goed, ik had dus last van mijn rechteroog. Dus Nee, het was allemaal een beetje wazig. Ik had er wat druppeltjes in gedaan. Ik denk, joh, hoe kan dat? Ik kneep dus mijn linkeroog even dicht. En toen zag ik echt super wazig, terwijl ik de bril op had. Het lijkt wel of de lens er nog in zit, maar ik weet zeker dat ik hem eruit gehaald heb. Dus ik loop naar de slaapkamer, in het lensenbakje kijken. Ja, lens is eruit. Nou, toch voor de zekerheid even voelen. Zit er gewoon nog een lens in? Heb ik twee paar lenzen in gehad in één oog? Hoe krijg je het voor elkaar? Dat is echt weer iets wat mij overkomt. Hoe dan? Ik denk dat ze op elkaar hebben gezeten, dat ik dat niet heb gemerkt, dat ik ze het gewoon tegelijk heb ingedaan, maar dat ze wel van elkaar zijn gaan verschuiven. Nu heb ik er wel één in, want ik kan nu dit doen en ik zie wel oké. Maar dat was echt zo bizar. Ik dacht, ik was ook wel heel blij dat ik erachter kwam, want voor hetzelfde geld had ik die lens, ja, had ik het niet opgemerkt, dan had ik die lens gewoon leuk ingehouden met slapen. Nou, dan is het einde helemaal zoek. Maar wat een stom iets als je dat gebeurt. Maar goed, het is uiteindelijk wel weer goed gekomen. Ik ben eigenlijk best wel tevreden over mijn make-up vandaag. Ja, ik ga even wat drinken voor mezelf erin doen. Dan ga ik ondertussen even de boontjes afhalen. Ik ga eerst even schoenen uit de kast pakken. Want anders wordt dat weer op zijn laatste. Daar heb ik geen zin in. En ik moet echt mijn rokje afdoen. Kijk, hij zit echt helemaal onder de haren. Ik weet niet of je het nu heel goed kan zien, maar hij is echt heel erg harig. Dus die moet ik sowieso eventjes afrollen voordat ik weg ga. Anders kom ik weer zo overbehaard aan en dat wil ik ook niet. Dus ja, ik denk dat ik dat maar gewoon eventjes ga doen. En dan zie ik jullie nog even voordat ik weg ga, dat ik eventjes zal laten zien wat ik nou precies aan heb. Vind ik wel leuk, want ik vind het zelf wel een leuke outfit vandaag. Ik laat jullie nog even gauw zien wat ik aan heb. Ik heb dit blouseje aan. Dit blouseje is van de Cool Cat met lippenstiftjes. Deze rok is ook van de Cool Cat. Een legging van de Zeeman. Schoenen van de Schoenenreus. En dit tasje is ook van de Schoenenreus. Dus ik ga mezelf nu even als een malle ga ik nog even naar het toilet en dan ga ik er vandoor. Ik zit inmiddels heel even op de slaapkamer. Wacht, ik ga even bij. Ik denk dat het toch beter is. Ja, zie. Nee, maakt niet echt heel veel uit, zie ik. Het regent echt dat het giet. Dus vandaar dat het licht nu niet zo mooi is. Mijn make-up is een beetje uitgelopen. Ik ben terug van de afspraak. Ik heb bloed geprikt. Ik heb 5 buisjes moesten ze hebben. Dus ik heb nu dit nog op. Ik ga zo meteen even onder de douche. Dan kan het eraf. Ik vond het best wel veel eigenlijk, 5 buisjes. Blijkt het heel normaal te zijn, maar ik dacht, nou, 3. Er waren er toch 5. Ik had het in het ziekenhuis laten doen, want normaal kan het zeg maar alleen maar 's ochtends. En omdat ik afhankelijk ben dat er iemand met mij meegaat, werd dat een beetje lastig. En toen zei de dokter gisteren, maar je kan het ook in het ziekenhuis laten doen. Dan kan het wel 's middags. Dus dat was wel super handig dat dat nu kon. En dus ja, ik ga zo even dat pleistertje eraf halen of dingetje, want dat mocht er weer af.
na een kwartier eigenlijk al. Ik heb het iets langer laten zitten. Dan ga ik gelijk even onder de douche. En ja, dan strakjes koken. Jongens, moeten jullie dit weer zien? Kijk, ik ga even kijken of ik kan inzoomen naar buiten. Kijk nou hoe hard het gewoon regent. Oh, er komt even een ponyauto voorbij. Heel gezellig. Het regent echt tot giet. Nou ja. Oh, het was niet de bedoeling om nog verder in te zoomen. Ik ga even onder de douche en dan moet straks de camera weer aan de lader, want ik zie dat ik nog maar weer één streepje heb. En dan zie ik jullie later nog eventjes. Inmiddels is het 9:55 ongeveer, om en nabij. Ik heb alles weer opgeruimd van het eten en zo. Ik heb even koffie gedronken. Ik heb net even dubbeltje op zijn kant gekeken. En ondertussen ben ik ook een artikel nog aan het schrijven voor mijn blog. Want er moeten er eigenlijk nog twee uit. Ik kan die er wel eventjes bij pakken. Welke ik net heb gedaan. Dat is deze. Ik laat wel even alleen het plaatje zien. Hij is nog niet helemaal af. Hij moet nog gepubliceerd worden. Er moet nog eventjes een datum bij. Dat gaat om de Essence Coast & Chill Limited Editie. Daar heb ik dus net wat over geschreven. Die gaat zo meteen online. Dan moet ik ook nog even een reviewartikel schrijven. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het de laatste tijd met mijn artikelen niet echt heel goed loopt qua inplanning. Ik ben heel erg gestrest. Ik kan niet echt eventjes de routine vinden om het echt ook daadwerkelijk vooruit te gaan plannen. Dus ik hoop dat dat wel weer terugkomt. Ik heb daar nu een beetje moeite mee. Dus ja, die draai moet ik wel even zien te vinden. Ik ga in ieder geval voor nu deze week vlog afsluiten. Ik ga nog even wat voor mijn blog doen en ondertussen een beetje televisie kijken. Ik hoop dat je het weer een leuke weekvlog vond. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal en je wilt op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren. Doe vooral je duimpje omhoog als je dit een leuke vlog vond en dan zie ik je weer bij de volgende video. Doeg!